Wat is nou die nieuwe Belgische staatsbon? Hoeveel kun je ermee verdienen? Hoe koop je hem? En is het eigenlijk verstandig om te kopen? Ik ben Bas van der Hout, econoom en journalist bij De Tijd. En ik leg het je uit in deze nieuwe vlog van Boelbeer en Bas. Hoi, welkom bij een nieuwe vlog. Voor de vaste kijkers, ik zou het vandaag eigenlijk over Jackson Hole hebben, die centrale bankiersbijeenkomst. Maar ja, het belangrijkste nieuws daarover, dat komt eigenlijk te laat voor de vlog. Dus we gaan het hebben over de nieuwe Belgische staatsbon. Want wat is dat eigenlijk? Nou, een staatsbon is eigenlijk geld dat je uitleent aan de overheid, waarna je het in dit geval na een jaar weer terugkrijgt, maar ook nog eens rente erbij krijgt. En dat is best interessant, omdat banken op dit moment bijna geen rente geven op een spaarboekje. En ja, dat is toch wel een beetje gek, want als je kijkt naar de Belgische korte en lange termijn rentes, ja, dan zien we toch dat die al even aan het stijgen zijn. En dat heeft ermee te maken dat de Europese Centrale Bank haar beleidsrente de afgelopen maanden echt fors heeft opgetrokken. En de overheid die wil dus met deze staatsbon een alternatief bieden voor die lage rentes op spaarrekeningen. En ze hopen ook dat banken die rentes nu gaan verhogen. Maar hoeveel verdien je nou eigenlijk aan deze staatsbon? Nou, in principe krijg je 3,3% rente. Punt is wel, daar moet nog belasting van af. Maar netto hou je toch nog 2,81% over. En je kunt al zo'n staatsbon kopen voor 100 euro of een veelvoud daarvan. Dus als we even heel concreet kijken, wat kun je ermee verdienen? Stel dat je voor 1000 euro inschrijft. Dan krijg je dus na een jaar die 1000 euro van de overheid terug plus 28 euro aan netto rente. Maar ja, hoe koop je nou zo'n staatsbon? Nou, je kunt dat doen via je bank, maar ik zou het zelf gewoon via de website van de overheid doen. Dat is www.destaatsbon.be. En daar vragen ze ook geen extra kosten om je daarvoor in te schrijven. En het werkt eigenlijk vrij makkelijk. Je kunt gewoon inloggen met je It's Me of je EID. En uiteindelijk kun je dan betalen met je bankkaart, zoals je eigenlijk ook gewoon via een online shop iets bestelt. Nou, op die website kun je inschrijven van 24 tot en met 31. augustus. Bij de bank is het wel zo dat je nog een dag langer hebt. Maar is deze bon nu aantrekkelijk? Nou, die 2,81% is in ieder geval beter dan wat je op je spaarrekening krijgt. Maar je moet het geld wel gedurende een jaar echt kunnen missen. Hè? Want dat is de enige manier waarop je zeker weet dat je het volledige bedrag gewoon terugkrijgt. Als je namelijk tussendoor gaat verkopen op de markt, ja, dan kun je weer een verlies boeken. Nou, die 2,81% is dus geen slechte deal, maar je kunt daar wel een kanttekening bij maken. Bijvoorbeeld dat je niet weet hoeveel dat geld volgend jaar nog waard is. Want de prijzen van producten in de winkel stijgen, we noemen dat inflatie. En hoewel in Europa die inflatie echt behoorlijk gezakt is, ja, is deze met 5% nog steeds erg hoog. En die 5% dat wil eigenlijk zeggen dat de producten in de winkel nu 5% duurder zijn dan een jaar geleden. Dus stel even dat we ervan uitgaan dat het komende jaar de inflatie 2,81% bedraagt, net als die rente. In dat geval krijg je dus wel 2,81% op die staatsbon aan rente. Maar als je de inflatie van 2,81% aftrekt, ja, dan bedraagt de reële rente dus 0%. Nou, een beetje ingewikkeld, maar je moet dat zo zien. Dus in plaats van dat je nu naar de winkel gaat om te shoppen en daar voor 1000 euro aan producten koopt, zet je het apart in die staatsbon. En daardoor krijg je over een jaar die 1000 euro terug plus 28 euro aan rente. Maar als je dan naar de winkel gaat, dan is dus ook dat kassabonnetje wat eerst 1000 euro was, dat is ook met 28 euro gestegen. Waardoor je dus wel 28 euro aan rente hebt, maar dan betaal je gewoon weer extra aan dezelfde hoeveelheid spullen. En dus ben je er niet op vooruit gegaan. Maar natuurlijk, als je die 1000 euro gewoon op een spaarrekening had laten staan, ja, dan was je nog steeds slechter af geweest. Dus dan is eigenlijk die staatsbon nog altijd een beter alternatief, ook in dit scenario. Maar is er nog iets anders wat je kan doen wat meer oplevert? Nou, die mogelijkheid is er, maar dan moet je het geld wel zeer lange tijd kunnen missen. Wat je dan kunt doen, is dat je kunt beleggen in aandelen, bijvoorbeeld via een fonds met een goede spreiding of een indextrekker. Want aandelen, die leveren gemiddeld zo'n 7% aan rendement op. En ja, die zijn dus een betere bescherming tegen inflatie wat dat betreft.
Nou, het probleem is wel, je hebt dat geld niet na een jaar terug. En je loopt ook het risico dat je langere tijd met een verlies zit op je beleggingsrekening. Maar op lange termijn zouden aandelen meer moeten opleveren dan die staatsbon. Ja, en dan ben ik toch wel benieuwd. Overweeg jij nou om die staatsbon te kopen of niet? Nou, laat het weten in de comments. En als je nou iets hebt gehad aan deze video, druk dan even op het duimpje. Like hem alsjeblieft. En wil je nou meer weten over andere financiële zaken? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal, Boel, Bear en Bas. En druk op het belletje voor updates. Oké, doei! Waar is die andere camera nou? Oh, die staat ook daar. Ah.